allemaal georganiseerd door JC Verdal, of Juniorkamer Verdal. En de avond heeft als thema feilloos. Toen zat ik al eerst zat te lezen, dacht ik van nou, de jeugd tegenwoordig kan ook niet meer spellen. Ja? Want wij schreven dat vroeger met zo'n lange. En zij deden dat met een korte, maar dat heeft natuurlijk een dubbele betekenis. Maar dat had hij natuurlijk veel eerder in de gaten dan ik. Nee, niet zo, Ron, als je zo doet, heb ik niet. Gewoon zo. Vier handen heb ik hier. Wie bindt de 4,25? Wie bindt de 4,25? Niemand voor 4,25. 400 voor de eerste. 400 voor de tweede. 400 voor de laatste. 400. In verhandel moet dat de dames u zien. Ja, gezien. 400. Simon, we hebben vanavond een mooie presentatie gehad van Kees Lubbers. Nou, we hebben de veiling gehad. Wat was het totaalbedrag van de veiling? Nou, dat was een kleine 6.000 euro. Dus daar zijn we erg tevreden mee namens de Wensstichting. Dus de mensen kunnen nou iets insturen waar jullie het weer het geld aan gaan besteden? Ja, de mensen kunnen in ieder geval een verzoek doen. Mocht iemand een goed project weten voor ons om te ondersteunen, kunnen ze op dewensstichting.nl kijken. Of nou, niet de Wensstichting, maar www.wensstichting.nl. Kunnen ze kijken, er staat allerlei informatie. Kunnen ze zien wat er onder andere aangevraagd kan worden. En kunnen ze via die website een verzoek indienen. Je bent voorzitter van de Wensstichting Verdal. Wat is precies eigenlijk de Wensstichting Verdal? Wat is dat precies? Nou, de Wensstichting Verdal is een organisatie die ontstaan is vanuit de Juniorkamer Verdal. Het zijn allemaal jonge ondernemers of ondernemende mensen onder de 40 die gedacht hebben dat ze maatschappelijk ook iets wilden betekenen. Daarvoor hebben we eigenlijk de Wensstichting opgericht. Met die Wensstichting ondersteunen we allemaal lokale goede doelen. Eigenlijk kan alles ervoor in aanmerking komen. Het is wel zo dat wij in producten sponsoren, dus niet in geld. Dus mensen kunnen een aanvraag doen voor een sponsoring. Wordt het beoordeeld of het voldoet aan, aan wat wij vinden waar wij in moeten ondersteunen. En dan kunnen we kijken of we daar in producten mee van dienst kunnen zijn. Dus dan weet je in ieder geval waar elke euro aan besteed wordt en niet dat het ergens blijft hangen. Oké, maar dan even terug naar de Juniorkamer Verdal. Want daar komt dus het initiatief vandaan. Wat is dat precies dan? Nou, dat is dus een club mensen die allemaal onder de 40 jaar zijn, die of een eigen bedrijf hebben of een commerciële functie hebben. En die dus allerlei activiteiten organiseren en onder andere met de Wensstichting maatschappelijke betrokkenheid wilden zien. Maar die juniorkamer houdt eigenlijk in dat je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Daar komt het eigenlijk op neer. Je moet het toch zoeken in je regio en als je dat met elkaar en van elkaar leert, dat je learning by doing is het motto. Dus, zonder dingen te doen kun je ook nooit fouten maken en leer je niet. Bedankt voor het gesprek. Dank u wel. Want ik wil eerst graag even uitspreken dat ik ongelooflijk trots ben op de Juniorkamer Verdal. Voor deze avond, deze prestatie. Ik zie een hoop oude bekenden. Ik zie twee senatoren. Ik zie onze eerste erelid. Ik zie heel veel enthousiaste leden die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Dat is typerend voor de Juniorkamer. Er is een dynamiek en een enthousiasme en er gebeuren fantastische dingen. Een heel groot compliment aan jullie en graag een hartelijk.